Maar het zou toch ook ongepast zijn als ik u namens het bestuur van de VO-raad niet allen zeer, zeer welkom heet tijdens dit diner voor het 10-jarig bestaan van de VO-raad. Ik ga een aantal mensen van het eerste uur een aantal vragen stellen over dat verleden. Hein, waar heb jij het liever niet over? Je rol als eerste onderhandelaar bij de CAO? Ik voel dat het zoveel was. Hè. Wat was het hoogtepunt van dat verzet wat je georganiseerd hebt? Dat ik vooral weer, ook vooral als directeur antwoord was, moest ik laten blijken dat ik de stukken heel goed gelezen had. En kon ik niet meer vertrouwen op alleen mijn secretaresse, hoewel ik er altijd blindelings op vertrouwde. 10 jaar geleden gaan, Hein. Wat was nou het moment dat je dacht van, ja, nu gaat het gebeuren, die fusie? Want jij zat aan de schoolleiderskant, hè? Jij zat aan de bestuurderskant. Ja, daar komen we nog over te spreken. Een groot verschil. Ja, het was nog net wat ingewikkeld, want ik zat aan de schoolleiderskant, maar ik was bestuurder. Dus ik zat eigenlijk aan twee tafels. De verkeerde kant zat je. Aan alle verkeerde kanten die je maar bedenken kan. Ja. Maar dat bood me ook wel een mooie positie om zo links en rechts eens wat te zien. Maar toen ik het verzoek kreeg, dames en heren, om hier wat te zeggen, moest ik onmiddellijk denken aan van die opstandige leerlingen. U kent ze wel, ze zitten ook op uw scholen. Van die leerlingen die dan naar je toe komen om je te vertellen dat je er weer eens helemaal niets van hebt begrepen. Zo voelde ik mij ook. Want wat was de brief? Jos de Blok is ooit begonnen als verpleegkundige, heeft 9 jaar aan het bed gestaan, verzorgd en is toen daarna directeur innovatie geworden in de thuiszorg. En hij heeft wel een beetje bijzondere filosofie die we graag willen delen vanavond. Jos, nou is het zo dat, ik las een artikel over innovatie en veel innovatie start bij frustratie. Je bent ergens over gefrustreerd en dat leidt tot innovatie. Was dat in jouw geval ook zo? Nou, dat heeft wel geholpen. Dus het idee van dat mensen dag in dag uit eigenlijk tot op de minuut gestuurd werden in dingen waar ze eigenlijk van zeggen van ja, dat zou je zelfs niet bij kleine kinderen doen. Ja, dat was een bevrijding. Wat ik merk is dat het redeneren consequent vanuit leerlingen en vanuit intrinsieke motivatie van leraren, dat best ingewikkeld is. Dus kunnen we niet samen kijken van hoe we in dat onderwijs stappen kunnen maken naar de vernieuwing die toekomstbestendig is. En die leidt tot minder kosten in de overheid en meer ruimte in het primaire proces. Want dat is eigenlijk wat wij geprobeerd hebben. De overheid. Still as running water. As we sit